Vandaag leren we meer over Romeinse cijfers. Ik geef je een antwoord op volgende vragen: Wat zijn Romeinse cijfers? Hoe kan ik ze goed onthouden? Hoe lees en noteer ik Romeinse cijfers? Hoe zet ik getallen om van Arabisch naar Romeins en omgekeerd? Romeinse cijfers kom je tegen op klokken, uurwerken, in boeken enzovoort. Ze worden steeds voorgesteld in drukletters. Welke waarden hebben de Romeinse cijfers? Letter I heeft de waarde van 1. V van 5, x van 10, L is 50 waard, C 100, D 500 en M 1000. Om deze volgorde van de Romeinse cijfers goed te kunnen onthouden, leer je deze onthoudzin zeker uit het hoofd. Ik vervang sanders lekkere citroenen door mandarijnen. Elke eerste letter van elk woord is een Romeins cijfer. Deze staan al van klein naar groot gerangschikt. Om zo goed te kunnen rekenen als de Romeinen, moeten we ons aan een bepaald aantal afspraken houden. De eerste afspraak is dat we van links naar rechts en van groot naar klein gaan werken. Het getal 115. Dit noteer ik in Arabische cijfers. Ik ga dit getal eerst opsplitsen in honderdtallen, tientallen eenheden, naar gelang ik de waarde van de Romeinse cijfers ken. En dat wordt dan 100, 10 en 5. Ik zet om naar Romeinse cijfers. Voor 100 zet ik C in de plaats. 10 wordt X en 5 is de letter V. Ik krijg dan CXV. Alle waarden moeten we bij elkaar optellen. Van links naar rechts, van groot naar klein. Ik heb 1622. Dit ga ik weer opsplitsen naar gelang ik Romeinse cijfers heb. 1000, 600 splits ik op in 500 en 100, 20 in 10 en 10 en 2 in 1 en 1. Deze Arabische cijfers zet ik om naar Romeinse cijfers. Dat wordt M, D, C, X, X, I, I. En we hebben M, D, C, X, X, I, I. Let heel goed op voor de derde afspraak. Je mag nooit vier dezelfde tekens naast elkaar plaatsen. 40 is dus niet gelijk. Aan x, 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 x. Maar we kunnen wel 50 min 10 doen. Dat is immers ook 40. Nu, de Romeinen gebruiken geen minteken. Ze zetten daarom het kleinste getal voor het andere getal. En wanneer klein voor groot staat, moet je dit aftrekken. Ik zet 10 voor 50. In het Romeins wordt dit x voor l. En 40 stellen we dus voor als XL. Afspraak 4 is dan ook wanneer klein voor groot staat dat je moet aftrekken. Maar opgelet, ik mag niet zomaar een kleiner teken voor een groter plaatsen. Ik mag enkel de I voor de V en de X plaatsen. De X voor L, C en C enkel voor D en M. We gaan enkele oefeningen van Romeins naar Arabisch omzetten. Denk hierbij aan de onthoudzin. Noteer deze zeker op een kladblaadje, werkschrift of toets. We hebben MMX. Alle letters staan van groot naar klein, zie ik. Dit kan ik dan gewoon gaan opsplitsen. Daarna zet ik dit om. Naar Arabische cijfers en dat wordt samen 2010. Dit getal is niet van groot naar klein gerangschikt. Ik duid eerst in het getal de moeilijkheden aan. Ik ga dit getal opsplitsen in de nodige groepjes. Dit zet ik om naar Arabische cijfers en wanneer ik deze bij elkaar optel, Wordt dit 644? We kunnen ook van onze Arabische cijfers naar Romeinse cijfers omzetten. 1111 splits ik eerst op. Daarna zet ik om naar Romeinse cijfers. En dat wordt dan mcxi. 2049 ga ik opsplitsen. Ik zie dat ik afspraak 4 bij 40 en 9 moet toepassen. Ik noteer deze oefening eerst in het lang. 40 stel ik voor als 50 min 10 en 9 wordt 10 min 1. Daarna ga ik dit in Romeinse cijfers omzetten en dan wordt dit mmxlix. Deze tips wil ik nog meegeven. Onthoud de waarden goed. Denk hierbij aan de onthoudzin. Denk ook goed aan alle andere afspraken.